boot is uitgevoerd met handige hulpmiddelen om het varen te vereenvoudigen. Bovenaan links zit de brandstofmeter. Zolang deze niet in het oranje vakje komt, is er voldoende brandstof voor de hele week. De roerstandmeter. Wijst deze naar rechts, dan maakt de boot een bocht naar rechts. Zorg dat de roerstandmeter met het manoeuvreren altijd in het midden staat. Accupercentage. Dit is de tankmeter van de elektrische boten. Om makkelijk te kunnen manoeuvreren gebruik je de hulpschroeven. Deze functie is alleen bedoeld om in jachthavens in en uit te parkeren. Let op, niet gebruiken bij ondiep water. Het motorpaneel geeft het toerental weer van de elektromotor. De gashendel. Hiermee schakel je vooruit en achteruit en bepaal je de snelheid. Het is tevens ook de rem als je achteruit gas geeft. Schakel nooit ineens van vooruit naar achteruit. Zorg ervoor dat er altijd een seconde tussen zit. Dit is het contactslot. Hiermee zet je de motor aan. De elektrische boot beschikt over twee vaarstanden. De eco en de snelle stand. In de eco-stand vaart de boot volledig elektrisch.